Ik zei, Maarten, wat zou het geweldig zijn als er een musical kwam van je, een van je verhalen. En dan zou jij de decors moeten maken. Nou, hij vertrok weer naar Ierland. En na een maand kwam er een brief met wat afbeeldingen in. En dan zag je op één afbeelding, zag je heer Bommel leunen over een muurtje. En daar had Martin bij geschreven, zo'n muurtje kan dat. Want ik was voor hem een musical-expert. Hij vond het geweldig dat er een musical zou komen van zijn strip. Dus dat weet ik dat hij dat geweldig vindt. Hoe die musical verder is, dat is natuurlijk gewoon aan het nageslacht. Er zullen mensen zijn die zeggen, ja, een musical moet juist zijn literair, dus het moet een volwassen musical zijn, dus met problematiek en symboliek. Maar hij was ook de grote kindervriend en hij schaamde zichzelf altijd een beetje over wat hij vroeger gemaakt had, maar dat vond ik juist, omdat ik het als kind meegemaakt had, fascinerend. Als je van die tekeningen ziet, die je ziet Bobbel en Tom Poes met maanlicht naar huis wandelen, dat ontroert me nog steeds. Ik weet zeker dat Martin boven op een wolkje, hoewel hij zelf niet geloofde in het wolkje. Maar ik zei, Martin, weet je zeker dat het wolkje er niet is? Nee, dat wist hij ook weer niet zeker. Dus eventueel, op het eventueel woordje, zal Martin met zeer veel plezier kijken naar deze mensen. Even nagelaten, iets aan de management. Ga ik maar. Het allereerste exemplaar in dit nieuwe toonjaar. Ja. Gefeliciteerd. Dank. Het begon in 1947 al. Op een winterachtige ochtend las mijn tante Fie voor Tom Poes en de rare uitvinding. Dat was net verschenen in boekvorm en vanaf dat moment was ik verloren. En de Bommel is de romanticus. En Bommel is de niet-Nederlander. De Nederlander denkt dat hij heel veel kost en kan het wel. En dan is het wat fatsoenlijk. Bommel niet. Bommel gooit zich erin en hij gaat bijna ten onder. En tenslotte moet dan de list van de Poes hem redden. En dat maakt hem zo sympathiek. Ja. Bommel is zoals we allemaal zijn in onze ook slechte momenten. Maar ik voel me wel verwant met Bommel. Ik heb mijn leven lang veel gedaan. 15 jaar carrière. Veel dingen in de roos en ook veel dingen er helemaal naast. Maar ik heb wel geleefd. Tom Poes is het Nederlandse gezonde verstand. Dat is, kom even terug naar, het valt wel mee, het kost zoveel en dat is de oplossing. Ik vind het geweldig dat Martin voortleeft ook in zo'n musical. Dus dat, ik zal het zeker mooi vinden. Het is een mooi begin van 100 jaar Martin Toonder. Het is een prachtig begin van 100 jaar Martin Toonder.